hele goede morgen alweer. Of middag eigenlijk. Het is net 12 uur geweest. Ik heb net de dokter gebeld eindelijk. Want ik zou eigenlijk gisteren moeten bellen, maar dat ben ik helemaal vergeten. Voor de uitslag. Maar ze waren niet bekend met de uitslag. Dus moet ik maandag nog een keertje terugbellen. Maar ze zei wel, ik zie verder niks afwijkends of zo. Dus ik ga er gewoon vanuit dat het maar goed is. Maar ze zei wel van, ik ben niet bekend met de uitslagen van deze dingen. Whatever. Dus nou moet ik maandag weer terugbellen. Terwijl ik echt al nu een week en een dag wacht. Dus dan is het gewoon anderhalve week dat ik heb moeten wachten op een bloeduitslag. Maar goed. In ieder geval ga ik nu pas ontbijten. Want ik heb mijn medicatie weer iets te laat ingenomen. Dus ik heb nu een bagel met kipcurry. En een kopje decaf. En ik ga eventjes mijn vlogs importeren en dat soort dingen. Dus daar ga ik weer lekker mee bezig. Oh ja, en ik moet nog de laatste paar een beetje typen en zo. Anders dan kom ik daar zondag weer mee in de knoop. Dus dat ga ik nu doen. En verder ga ik vrij weinig doen waarschijnlijk. Een beetje Sims'en. Een beetje Animal Crossing. Ja, lazy days. Echt lazy days. Ik eindelijk een keertje weer met mijn opgemaakte face, wat jullie half hebben kunnen zien, half niet. En ik heb ook nieuwe shampoo gebruikt. Van Aussie. En het is een beetje pluizig, maar mijn haar lijkt wel langer. I like it. Anyways, ik heb net even geholpen met uien snijden trouwens. Ik moet even mijn handen wassen. Uien en prei en worteltjes en dat soort dingen voor de nasi, want we gaan vanavond nasi eten. Vet zin in. En mijn vriend is op weg naar huis. Dus ik ga nu even mijn handen wassen dan. En even mijn neus deppen en shit. Want ik got all emotional about onions. En misschien even een kopje koffie pakken. Daar heb ik eigenlijk wel trek in. En dan moet ik eigenlijk nieuwe sojamelk hebben. Oh well. Ik ga even mijn vriend appen, denk ik. En dan spreek ik jullie straks. Het is bijna 10 uur of zo. En we hebben 2 episodes van Breaking Bad gekeken. Dat is echt weer de vetste episode van seizoen 1, volgens mij. Is het nou toch... Ja, creepy. De hendel hangt iets naar beneden, dus het leek echt alsof iemand stond te creepen. Aangezien mijn vriend het nogal eens doet. Maar goed, ik heb net echt helemaal in een scheur gelegen, want hij viel tegen de kast aan. En daarna liet hij een mes vallen. Oh, oh, oh. Ik ga nu nog even Black Stories doen. Eentje waarvan ik nu al niks snap. Maar goed, hij zei dat het weer een hele ingewikkelde was. En daarna gaan we waarschijnlijk slapen. Volgens mij komt hij nu in de boven. Hey creeper! Ik ben even aan het vloggen. Ik denk dat ik niet echt heel veel boeiends meer te melden heb over vandaag. Dus zal ik de vlog al afsluiten? Of denk je dat je nog meer lompe acties gaat... Ik denk dat jij heel veel moeite gaat hebben met het kaartje. Ja. Dat je, als je het eindelijk weet straks, dat je je torture nog wel even kwijt wil aan iemand anders dan mij. Ja, denk je dat? Oké, dan vertrouw ik jou erop. Als ik niet afsluit, dan is het jouw schuld. Zeker. Oké, dan horen jullie mij zo meteen misschien nog.